Ja, we zijn in 2018 gestart met een subsidieproject vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarin we ervaring mogen opdoen met het aardgasvrijmaken van deze bestaande wijken van de Nijverheid als een van de 27 voorbeeldwijken in Nederland. Eigenlijk zijn we al veel langer bezig, in 2013 al in de samenwerking met de gemeente Enschede en de provincie Overijssel. Aan het kijken hoe we warmteplannen kunnen maken met elkaar als twee gemeenten en in samenwerking met de provincie om die ervaringen op te doen. Het alternatief voor aardgas is eigenlijk in de stroomversnelling geraakt doordat het klimaatakkoord is gesloten. En sindsdien zijn we onze aanpak aan het intensiveren. Dat is bekrachtigd eigenlijk met die subsidieregeling. Dus eigenlijk dit jaar moet eigenlijk het alternatief gepresenteerd worden aan de gemeenteraad. Gaat het lukken? Nou, we hebben inderdaad de planning dat we zeg maar dit jaar de technische keuze als alternatief voor aardgas voor de Nijverheid zouden presenteren, zouden voorleggen aan de gemeenteraad ter besluitvorming. Dat is een bevoegd orgaan. Of dat gaat lukken is heel erg afhankelijk ook van de afspraken die bij andere partijen op het bord liggen, zoals bij het Rijk. Een belangrijk punt voor ons als gemeente is het begrip woonlastenneutraliteit. We willen heel graag dat onze inwoners daar niet op achteruit gaan, dus dat ze met gelijkblijvende kosten hun energierekening kunnen betalen. Dat veronderstelt wel dat die afspraak is nagekomen. En dat is wel ingewikkeld, omdat dat niet op ons bord ligt. Wij die garanties niet gaan overnemen van het Rijk. Het Rijk echt daarvoor aan het zetten is. Of we dat technisch alternatief in combinatie met die financiële uitwerking ook daadwerkelijk kunnen presenteren. Ja. Hengelo heeft ook last van wat er in Den Haag wordt geroepen momenteel over waterstof, kernenergie. Hoe beïnvloedt dat jullie werk hier in Hengelo? Ja, de stip op de horizon die is afgesproken in het klimaatakkoord is dat we in 2030 anderhalf miljoen woningen van het aardgas hebben gebracht en hebben verduurzaamd. En in 2050 maar liefst 8 miljoen woningen, dus eigenlijk de hele Nederlandse woningvoorraad. Ja, dat is een stip die nog steeds staat en daar wordt volgens mij niet van afgeweken. Alleen wat we zien is dat de systeemkeuzes die het Rijk zou moeten maken nog niet gemaakt zijn. En daarom komen ze ook terug op eerder gemaakte keuzes. Ja, er zijn alternatieven voor aardgas. Daar zitten voordelen aan en nadelen aan. En op het moment dat we telkens weer de nadelen naar voren brengen, ja, dan komen we nergens toe. Volgens mij moeten we juist ook de nadelen accepteren op voorhand. De juiste keuzes maken, systeemkeuzes, zodat we dan die richting kunnen gaan bewandelen. Als je mensen vraagt of het logisch is om in een oude wijk als de Nijverheid te beginnen, dan hoor je twee heel verschillende geluiden. Een deel zegt van ja, dat is heel logisch, want er moet hier toch veel gebeuren, dus pak het in één keer aan. Een deel zegt van deze wijk is zo oud, de kosten zijn veel te hoog om hier iets te doen. Dan ben je veel te lang bezig. Kies eerst voor de makkelijke weg, hè? Het laaghangende fruit zou je kunnen zeggen. Ja, wij zien het nog steeds als een logische keuze dat we met de Nijverheid gaan starten als voorbeeldwijk. Ons eindbeeld wat wij ook schetsen in navolging van wat ik net aangaf. Heel Nederland wordt aardgasvrij in 2050, dat zeggen we ook in Hengelo. Dus heel Hengelo aardgasvrij 2050, we zijn erbij, Hengelo aardgasvrij. En we beginnen hier, dus je moet ergens beginnen. Mm-hmm. En deze keuze is mede gebaseerd ook op dat het een van de eerste wijken is die in Hengelo op het aardgas is aangesloten in 1958. Maar het zit hem ook in de plannen die bijvoorbeeld de woningcorporatie wel bij ons heeft, waar zij willen gaan renoveren met hun bezit. Nou, dat is ook een uitgelezen aanleiding om in deze wijk te gaan starten. Dus er zijn meerdere motieven. En het belangrijke die ik niet genoemd heb, is dat we oprecht vinden dat deze groep inwoners die in de Nijverheid woont echt gecompenseerd moet worden. En we zien dat die energierekening telkens wat stijgt, zonder dat mensen het echt doorhebben. Hè. De belasting op aardgas wordt telkens een beetje omhoog gebracht. Nou komt een punt dat bewoners die rekening niet meer kunnen betalen. Dus juist de bewoners helpen door hen als eerste van het aardgas af te helpen en die energierekening te kunnen beteugelen, is voor ons een aanleiding om in deze wijk te starten. Subsidies komen terecht op plekken waar men het al van plan is en het al kan betalen, heeft onderzoek uitgewezen. Nou, dat is in de Nijverheid niet het geval. Dus wij kiezen bewust voor deze wijk, omdat de bewoners het hier niet van plan zijn en het nog niet kunnen betalen. Dus we willen juist hen dat duwtje in de rug geven. Ja, maar goed, de jongeren hebben natuurlijk een belang in de zin van dat zij hier waarschijnlijk nog 20, 30, 40 jaar wonen en het terug kunnen verdienen. Ja. Voor die ouderen zal het toch steeds in hun hoofd meespelen van kan ik het terugverdienen? Ook al belooft de gemeente Gouden Bergen of in elk geval compensatie. Wat vertellen die jongeren dan tegen die mensen? Nou, volgens mij gaat het er niet om wat er financieel geïnvesteerd moet worden in een woning, maar gaat het erom wat er geïnvesteerd moet worden in klimaat, in het tegengaan van klimaatverandering. En dat is een heel ander doel dan het investeren met de portemonnee. En ik denk dat jongeren daar een grote bijdrage in kunnen spelen.
En wij zeggen eigenlijk van ja, dat is inderdaad belangrijk dat het woonlastenneutraal kan. Dat moet ook georganiseerd worden, niet door de gemeente, want wij hebben die middelen niet. Daar kijken we echt voor naar het Rijk. Mm-hmm. Dat moet ook echt wel nagekomen worden. Maar uiteindelijk gaat het erom dat er wat gebeurt en dat die maatregelen genomen worden. En hoe langer we die maatregelen uitstellen, hoe moeilijker het wordt om die klimaatverandering tegen te gaan. En dat is ook in het belang van de jongeren die de toekomst hebben. En het is juist in het belang van de jongeren dat de klimaatverandering tegen gaan door te investeren in duurzame energiemaatregelen. En dat moeten die ouderen in hun oren knopen? Nou, ik denk dat die ouderen zich dat wel bewuster mogen zijn. Dat ze het ook moeten doen voor de generaties na hen. Mm-hmm.